hebben gekeken naar de aerobe dissimulatie van glucose. We gaan verder. En we gaan wat complicaties inbrengen, want het is tot nu toe wat eenvoudig geweest. Zoals je gezien hebt bestaat de aerobe dissimulatie van glucose uit drie deelstappen. De glycolyse, de citroenzuurcyclus en de oxidatieve fosforylering. En ik wil me gaan concentreren nou op de glycolyse en wat daar gebeurt. En vooral wat daar gebeurt als er geen zuurstof meer is. Dan zou je denken, hoe kan dat? Hoe kan dat dat in zo'n cel op één keer geen zuurstof meer is? Nou, dat zou heel goed kunnen omdat de energievraag van die cel op één keer groter wordt en de zuurstoftoevoer achterblijft. Denk maar aan als je naar iemand toe rent, als je een bal gaat pasen, als je aan het voetballen bent of de bus aan het halen bent. Ja, dan ben je op één keer aan het sprinten en dan blijkt dat in die spiercellen dat de energievraag groter wordt, dat de zuurstoftoevoer achterblijft en dan zit je dus met zuurstoftekort. We gaan kijken wat gebeurt er bij dat zuurstoftekort. Zoals je ziet heb ik hier het begin getekend van die aerobe dissimulatie. En we lopen er weer even doorheen. Glucose, een zesmolecuul, C6-molecuul, wordt omgezet in pyruvaat, pyrodruivenzuur ook wel. Dat gaat dan het mitochondrium in en zal dan via de citroenzuurcyclus en de oxidatieve fosforylering aan 36 mol ATP per mol glucose gaan helpen. Nu zo'n probleem dus, want we hebben geen zuurstof meer. Nou, dat is op zich, lijkt er geen probleem te zijn, want we weten dat die zuurstof hebben pas nodig bij de oxidatieve fosforylering. Het loopt echter wel veel eerder al spaak. Waarom? Nou, omdat die cel, die heeft, wat we hier zien van C6 naar C3, naar pyruvaat, heeft maar een beperkte hoeveelheid en NAD+ voorradig. Dat is een vrij duur molecuul om te maken, als een soort oplaadbare batterij, ook weer. Een andere dan die ATP. En waar die cel voor zorgt, is dat die turnover, dus dat heel snel NAD+ wordt omgezet in NADH, wat dan weer in de oxidatieve fosforylering wordt teruggedraaid naar NAD+. En als dat heel snel gebeurt, dan hoeft er niet zo heel veel van die dure stof aanwezig te zijn. Maar daar ligt wel het probleem. Want als die oxidatieve fosforylering niet meer werkt, kan die NAD+ niet meer worden omgezet, of die NADH niet meer worden omgezet in NAD+. Kijk maar naar een van de vorige filmpjes. Dat betekent dat de citroenzuurcyclus ook stopt, want daar is NAD+ voor nodig, maar dat is niet meer aanwezig, dus die citroenzuurcyclus stopt ook. En al vrij snel, in millisecondes waarschijnlijk, ligt deze hele mitochondrium ligt stil vanwege zuurstoftekort. Daar houdt echt het probleem bij op, want deze stap kan gewoon gemaakt worden. Van C6, van die glucose, naar dat pyrodruivenzuur kan gewoon gemaakt worden. Omdat hier in die cel kan nog wel NAD+ aanwezig zijn. Dus we gaan van glucose naar pyruvaat. NAD+ wordt NADH, dat gebeurt dan twee keer. En er komt 2 ATP bij vrij bij deze stap. Dan zit die cel alleen echter wel met een probleem. Want dit kan natuurlijk ook niet eeuwig doorgaan, omdat de voorraad in het cytoplasma is ook niet oneindig. Dus daar heeft die cel iets op gevonden. Dat NADH, dat wordt opgebouwd. En dat NAD+, dat wordt steeds minder en minder. En dat zou die cel dus een probleem krijgen. Wat doet die cel? Die zet dat pyruvaat zet om in melkzuur. En het mooie is dat door dat melkzuur wordt dat NADH wordt weer verbruikt en komt NAD+ vrij. Dan denk je, ja, maar dit is best wel zonde. Want NADH zat vol met energie. Dat zijn we dus gewoon weer aan het weggooien. Ja, dat is in wezen is dat natuurlijk wel waar. Dat klopt wel. We maken nou melkzuur en daar schieten we eigenlijk geen drol mee op. Want dat pyruvaat kunnen we dus niet verder verwerken. Dat melkzuur kunnen we ook niet verder verwerken. Alleen, dat NADH zetten we om in NAD+, zodat dit door kan gaan. Nou, dan kan je je ook weer afvragen, maar waarom willen we dat glucose pyruvaat wordt? Nou, om de doodsimpele reden dat daar wel 2 ATP bij vrijkomt. Dat is de reden dat jij die bus had. Dat is de reden dat jij dus naar die bal kan sprinten. Dit is de reden dat jij überhaupt, dat je kan sprinten. Dat niet alles, bij iedere opbouw van je, hoe zal ik dat zeggen? Dat niet bij iedere sprint
dat je dat zo rustig moet opbouwen dat je eerst je hartslag omhoog moet krijgen voordat jij eigenlijk die sprint kan inzetten. Dus hier draait het allemaal om die 2 ATP. Dat is maar bar weinig, maar kennelijk net genoeg. Want anders zouden we dus nooit de bus halen en anders zouden we nooit voetbal kunnen spelen of de 100 meter hardlopen kunnen gaan kijken. Deze melkzuur, hoewel het natuurlijk in wezen zonde is dat dat NADH, NAD plus wordt gemaakt, kunnen we gewoon weer terugdraaien, kunnen we terugvormen in pyruvaat. En dat pyruvaat kan dan gewoon in die mitochondrium ingaan op het moment dat er wel weer zuurstof aanwezig is. Dat merk je ook, want na die sprint, als je dan in de bus zit, ja, dan ga je hijgen, dan voel je dat je spieren moe zijn en dan wordt als dat melkzuur wordt weer terug omgezet en kan het alsnog dus die citroenzuurcyclus ingaan. Wij kunnen alleen die melkzuurgisting doen. Bacteriën en gistcellen, sommige bacteriën moet ik zeggen, en gistcellen, die doen het heel anders. Die zetten dit pyruvaat niet om in melkzuur, die zetten dit pyruvaat om in ethanol, alcohol dus. Hetzelfde alcohol wat wij met alcoholgisting gebruiken om bier en wijn te maken of om ons brood te laten rijzen, dat is alcoholgisting. Ethanol is echt een C2 molecuul, dus er komt CO2 bij vrij en dat is fijn, maar daarom heb je niet van dat dode bier. Dan heb je belletjes in je bier en dat maakt het bier veel lekkerder. En daardoor rijst ons brood door het CO2. Dit is natuurlijk veel lastiger om dat terug te gaan, vormen. En dat is dus ook niet wat gebeurt. Want die CO2 die komt vrij, die is weg en die ben je dus kwijt. Dus dit gebeurt niet terug. Ik zou het wel een leuke, dus misschien een leuke denkoefening. Wat zou er nou gebeuren als wij die alcoholgisting zouden doen in onze cellen in plaats van melkzuurgisting? Dat zou toch wel heel leuk zijn. Dan ga je de bus halen en zit je in de bus niet alleen uit te hijgen, maar ben je op een keer dronken. Dat zou professionele, dat zou topvoetbal eindelijk ook interessant maken om daar eens naar te kijken. Want ik vind daar geen drol aan. Goed, glycolyse, melkzuurgisting, alcoholgisting. En dus hier zie je nog het deel van het mitochondrium. Kijk het nog eens na. Kijk het in je boek na. Het staat ook in je BINAS. Veel succes ermee.